Aan tafel dan een man bomvol economische kennis en een man die is dol op verkleden. En dat terwijl het nog niet eens carnaval is. Maar ja, financieel econoom Martin Landkroon over het waarom het toch zo goed gaat, economisch gezien, met Overijssel. En er is zelfs een Twents economisch model, een voorbeeldregio, dat zijn we, maar natuurlijk. Ja, en Nick Lamon leeft in de wereld van glitter en glamour en show. Hij is een drag queen. Wat daar zo leuk aan is, dat hoort u zo meteen van hem. Maar eerst het nieuws van vandaag waar iedereen het over heeft. Een jongen van 16 uit Almelo is gisteren helaas verongelukt. Beelden van het ongeval werden massaal gedeeld op sociale media. En de politie Almelo riep op om de beelden niet te verspreiden. Dat hoorde u ook in het nieuws. Aan tafel Else Binnenmars van onze eigen social media redactie. Ja. Dankjewel dat je er bent. Wat werd er vandaag allemaal gezegd en geschreven? Nou, we hebben heel veel reacties gezien van mensen die al niet snappen dat er überhaupt een foto wordt gemaakt van een slachtoffer. Ja. Zo dichtbij, want er zijn foto's gemaakt en videobeelden. De volgende vraag van waarom worden die beelden dan überhaupt gedeeld? Ja. Dat zagen we wel heel veel. Hele sterke vraag. Je zag ook veel reacties binnenkomen, hè? Online. Ja, op Twitter zagen we veel. Maar de politie Almelo heeft een oproepje gedeeld om de beelden niet te delen. En dan zien we dan nu ook, dat reageerden mensen op dat ze hun kinderen ook beelden hadden gezien. Zo zegt Donita, mijn dochter kreeg ze ook binnen via de app. Verschrikkelijk, echt respectloos. Heel veel sterkte voor de nabestaanden. En ook Sandra kreeg de beelden te zien via haar dochter. Ze heeft ze direct verwijderd. We kunnen er niet bij dat iemand dit kan, zegt zij. En Melanie die zegt, nee, vreselijk, zijn er mensen zo harteloos. Is er iemand overleden, iemands kind? Dat kun je gewoon niet menen. Hartverscheurend gewoon, heel erg, heel veel sterkte voor de nabestaanden. Ja, ongelooflijk heftig om dat te lezen. Martin, heb jij er ook over gehoord? Ja, ik heb er zeker over gehoord. En het stuit meteen tegen de borst natuurlijk. Het komt heel dicht bij je. En ik heb een beetje over na zitten denken. Hè. Waarom doen mensen dit? Ja. Het is sensatie. Aan de andere kant heb je natuurlijk met onze oorlogsverslaggeving, al die aanslagen, is natuurlijk exact hetzelfde wat de media doet. Ja. Dus wat is daar een beetje de scheidslijn in? Mag je media het dan wel? En mag je het dan zelf niet? Ja. En heeft dan mee te maken dat dit natuurlijk uit een beetje het zelfzucht komt. En dat je zelf interessant wil zijn. Je maakt het filmpje en wil het delen. Dus het ben je voor jezelf. Terwijl de oorlogsverslaggeving dan toch meer is van... Het is verder weg. Maar ook voor de ander is het dan. En dat je informatie wil verschaffen. En de burgemeester die noemde het walgelijk. Niek, wat vind jij ervan? Ja, ik vind het absoluut walgelijk. Ik bedoel, dit is gewoon echt totaal respectloos naar degene die is overleden. En ook voor de nabestaanden. En ik denk dat degenen die dit hebben gemaakt zichzelf heel goed achter de oren moeten wrijven. En wat voor een sociale wereld ze leven. Ik bedoel, dit kun je gewoon niet verklaren aan niemand niet. Hier is echt iets misgegaan met de opvoeding van degene. Die heeft blijkbaar iets niet meegekregen van respect voor anderen en respect voor de mensen om je heen. Ja. Is het niet meer een impuls, denk je? Het kan natuurlijk een impuls zijn, want de jeugd, nou ik ben natuurlijk niet de jongste meer, maar de generatie onder mij, die is natuurlijk echt opgegroeid met telefonen en tablets en dergelijke. Het is heel makkelijk om een foto te maken, ik doe het zelfs ook. Soms, ik post ook wel eens dingen dat ik achteraf denk van ja, jeetje Niek, haal het eraf. Ja. Het kan in een impuls gedaan worden en ik denk ook niet dat het oprecht is, denk ik hoor, gemaakt van oh hier een sensatie, we gaan filmen en lekker delen. Ik denk dat het meer uit een reflex is. Het gaat heel snel. Ja, Else, want hoe werkt dat? Want het mag wel, hè? Strafrechtelijk is het niet verboden om iets te delen. Klopt. Nee, delen is niet strafbaar. En daarom riep de burgemeester van Almelo ook op inderdaad op dat fatsoen. Ja. Wat hier natuurlijk lastiger is dat het veel via WhatsApp wordt gedeeld. Daar is dan ook weinig zicht op. Op Facebook kun je nog een bericht, als je denkt van dit is schokkend, dan kun je dat rapporteren. Dat kan op WhatsApp niet. Je krijgt het gewoon binnen en je ziet het meteen. En dat gaat natuurlijk ook heel snel. Jongeren die zitten in groepen van school, van sport. Ja. Dus als je het deelt, dan deel je het zo met 20 mensen. En dan kun je nagaan zoals Nico ook zegt, die leven natuurlijk met de telefoon. Delen vind ik natuurlijk, het is heel erg dat je deelt. Hè? Dan ontbreekt al iets in je bovenkamer, vind ik, als je zulke dingen deelt. Maar het gaat om het maken ervan. Ja. En ik denk, juridisch gezien, misschien kun je er wel wat aan doen. Het OM kan misschien qua portretrecht, smaadlaster. Natuurlijk, ik kan me heel goed voorstellen dat nabestaanden hier absoluut niet op zitten te wachten. Ja. Maar ik denk, wil je een signaal afgeven als Openbaar Ministerie? Doe er dan ook wat aan. Kijk. Zie je dat soort reacties ook terug, Else, bij de politie bijvoorbeeld? Ja, nou, de politie zegt zelf nu nog niks mee te gaan doen. Die wil zich focussen op de nabestaanden inderdaad. Ja.
het is waarschijnlijk ook wel lastig om de bron te vinden, want je moet wel heel veel stappen terug. Ja, zeker. Maar, ja, het is lastig, maar ik denk zeker de moeite waard. Want als je dit aan wil pakken, moet je echt wel een keer een duidelijk signaal af gaan geven, zeker naar de wat jeugd. Wat wel en wat niet mag. Ja, het is heel nieuw natuurlijk nog en het gaat zo razendsnel. Je ziet wel een bepaalde lijn daar natuurlijk in zitten. We hebben toen die vlogs gehad, hè, die treitenvlogs hebben. Gaat heel snel. Hè, de politie werd gefilmd en die is ook in een hoek. En dan krijg je dit. Je ziet eigenlijk dat de mensen te snel gaan doen en misschien ook niet over nadenken. Nee. En daar ligt het. Voor 50 jaar geleden gebeurde het ook. Zat je in een klaskamer, schreef je briefjes van je bent een sukkel, je gaf het door. Ja. Kijk, het is exact hetzelfde. Maar goed, dan was het één briefje sneller. Inderdaad. Dat is natuurlijk de impact van sociale media, je weet het. Ja. Wat zegt de politie trouwens tegen de ouders? Want, dat er voornamelijk gesproken moet worden met de kinderen. Die het gezien hebben, die heftige beelden. Ja, vraag of ze het gezien hebben en ga ook in gesprek over hoe je dit, hoe je mee omgaat en wel of niet delen. Ja. Ja. En je hebt ook nog gesproken, of er is gesproken met nog een professor van de UT ook. Klopt. Wat zeggen die daarover? Hij zegt dat het een nieuwe manier van roddelen is. Het willen delen is al iets van vroeger. Mm-hmm. Eerder was het altijd, ik heb wat gezien. Wat jij ook zegt, briefje. Ja, okay. Ik heb wat gezien, moet je horen. En nu is het, ik heb wat gezien, moet je kijken. Ja. En hij zegt daar wel over dat de huidige media daar wel te gevaarlijk en te snel eigenlijk in zijn. Want je weet niet wat je, waar het terecht komt en wat je dan anderen ermee aandoet. Want je krijgt het ineens binnen en je ziet die beelden meteen al. Dus misschien toch wetgeving op een bepaalde manier. Ja, ik ben het met mijn tafel heel eens. Kijk, wat je net zei over de oorlog. Kijk, je hoeft je Facebook maar te openen. En je ziet beelden van Aleppo en Syrië. En ook afgelopen paar weken met de aanslag in Istanbul. Weet je, dan zie je ook de beelden dat mensen daar gewoon. In Frankrijk was het ook met de terroristische aanslag. Dan zie je de mensen op de vloer liggen. Dan zeg je, oh, het erg wordt erg. Maar eigenlijk, inderdaad, wat is die scheidingslijn? Wat is informatief en wat is censuur en vermaak? Ja. En ik denk dat daar ook de overheid wel een keer een duidelijke grens in moet trekken van wat mag wel, maar wat mag niet. Ja, wat is, en ik denk dat het te dichtbij komt voor mensen. Want er is iemand die heeft een foto gemaakt, close, van het slachtoffer. Ja. En, maar dat gebeurt ook in Syrië. Ja, dat klopt. Ja, die beelden worden ook gedeeld. Het feit dat Ezel bijvoorbeeld in Berlijn woont. Ik heb toen bij die aanslagen, zag ik een van de eerste beelden, werd op de media trouwens gedeeld, van iemand die met een mobiele telefoon alles aan het filmen was. Hè. Die liep de markt op en die zag alles om zich heen. En toen had ik zoiets van, hé, dit kan eigenlijk niet. Terwijl even later was de ZDF, geloof ik, die had een cameraploeg, dit exact eigenlijk hetzelfde. Ja. En toen ik zei, hé, dat kan wel, maar dat is misschien ook een stuk wennen. Ja, maar waar ligt van die scheidslijn? Wat doet de politie soms zelf ook? Die vraagt ook juist zelf. Heb je iets gefilmd? Heb je foto's? Ja. Dus, en daarom is het misschien ook een moreel appel wat de burgemeester doet. Die hoogleraar zegt dat ook wel over. Ja. Ja.